Ik heb een schaar bij me. Want we gaan zo meteen een lintje knippen. Een lintje knippen. Dat heb ik nooit eerder gedaan, digitaal. We gaan we hebben een kerkje gesponsord in India. En met elkaar, met het Hartford Huishoffer, weet je nog? En we hebben dat betaald en er kwam nog wat extra bij, ook betaald. En vervolgens is het klaar. En als het goed is, hebben we zometeen verbinding. Maar we krijgen eerst even een filmpje wat ingesproken is door de pastor daar. En dan gaan we zometeen officieel het gebouw openen. En het is natuurlijk een Living Light kerkje van Selvan, zoals jullie weten. Ingrid en Selvan die hier zijn, die overzien verschillende kerken. Nee, hij zit daar achter het scherm mee te kijken naar de Zoom-verbinding met India. Dus zometeen gaan we het zien als het goed is. Maar eerst eventjes dit korte filmpje. Hi everyone. Greetings in the name of Jesus Christ. I am Joseph Sridharan. Especially this thank you note for Pastor Harold and all church members, all people, those who are donated for our church building in India. Thank you very much for the donation. We thank God for your generosity. We are praying for you all. Thank you for your great support. This village and all the believers, pastor family, all are blessed through your great donation. This is inauguration day. We are celebrating with you all in Jesus' name. Thank you. May God bless you. Amen. Ja, zo gaat dat. Pastor Johnson is zijn naam. En een hele lange naam heeft hij, maar we mogen hem Johnson noemen. En als het goed is, ik wacht op het signaaltje van Matthias, dat we zeker weten dat we geluid hebben. En dan, dat is toch wel bijzonder, vinden jullie niet? Namens City Life Church, gesponsord, het kerkgebouwtje in India, ergens midden, in het midden van India. En ik hoef jullie niet te vertellen dat het niet makkelijk is daar, met heel veel COVID-situaties en armoede. We sponsoren elke maand via zelf van Living Light Christian Assembly als kerk. En we houden van ze. En het is eigenlijk wel een voorrecht om dat te mogen doen, hè? Hoe ver zijn we? Oh, wij hebben geen geluid, maar zij daar wel. Nou, dat is het belangrijkste, toch? Lijkt me wel. Oké, nee, dan gaan we het in het Engels doen. Mathilde, my wife. Waar moet ik naar kijken? Daarheen, toch? In die camera, neem ik aan. Hello, pastor and church. It's so great to see all of you. And it's an honor for us. Wacht even, nog een keer. Beeld valt weg. Hebben jullie geduld vanmiddag? Ja. Ja, dit was de reden dat we de tweede dienst hadden. Mijn schaar. Hij is live? Oké. So hello, my dear pastor and all the church. It's great to see you, to have you with us. This is Mathilde, my wife, and I am Pastor Harold from the City Life Church here, the senior pastors from City Life Church in The Hague and in Belgium. And it was a joy for us to support building your building, and we know that in your building will be a lot of good things happening. You will educate children, you will support the elderly people, there is a food project, so we believe that the love of God will be spread out throughout this new place. So we want to celebrate you and believe our Lord that his blessing will be on you, on your church, and everything that you do. So we love you. I have been to India, not in your place, but other places together with Selvan, Anton Selvan. Okay. Even kijken. Let me see. Oh, there they are. So, are you ready? So, in the Netherlands, here in The Hague, we are going to count down 3, 2, and 1. Is that okay? So you count loud. They can hear in India. Here you count down. 3, 2, 1. Oh, you have to help. You have to help me, Mathilde. You have to. Yeah.
Congratulations. Congratulations. Let's pray that the peace of the Lord and God's anointing on your work. Father, we thank you for this special moment. Thank you that we were able to help and support. And Lord, we bless the pastor and we bless the church and the people and all the things that you are going to do through this place. Your love will be spread out. People will be helped. Children will be educated. Elderly people will be taken care of and supported. Father, we thank you and we bless this place. In your name we pray, amen. Amen, amen, amen. Well, hope to see you someday in India. For now, God bless you.